Newsmonkey in Rusland. We staan hier op het Rode Plein, bitter koud. En hier achter ons Charles Michel, want we zijn op staatsbezoek hier in Moskou. En binnen 2 dagen op bezoek bij Vladimir Poetin, als die dat toelaat, om eigenlijk de relaties te gaan verbeteren. Dus wel best een beetje spannend. Eerste keer in Rusland, wat is uw eerste indruk? Dat is koud. Maar mijn eerste bedoeling hier natuurlijk, dat is een dialoog te openen met Rusland. Ik ben er overtuigd van dat Rusland voor altijd een buurland van de Europese Unie is. Dat is zeer belangrijk. Tenminste, een dialoog te proberen over onze strategische belangen. Bijvoorbeeld de rol van Rusland in Syrië, in Libië. Dat heeft een effect en niet altijd positief voor de Europese Unie, voor onze medeburgers. Kijk bijvoorbeeld de moeilijke debatten in België over migratie, over de vluchtelingen. Natuurlijk. We weten dat de conflicten en een gebrek aan stabiliteit, dat is de oorzaak van deze problematiek. En dus dat betekent dat we preventief alles moeten doen voor een meer positieve aanpak. En dat betekent dat een dialoog nodig is in Europees Parlement. En bent u dan een beetje zenuwachtig om oog in oog te staan met Vladimir Poetin? Nee, eerlijk gezegd nee, omdat ik ben overtuigd dat als lid van de Europese Unie ik waarde moet en zal verdedigen. Maar het is wel een macho, hè? Ja, maar het is ook niet de eerste keer dat je geconfronteerd bent met machos. Ah ja, oké. Dank u wel. Succes.